Wat het manifest probeert is om een aantal vaste posities weer los te masseren door voor te stellen om veel meer te gaan spreken in termen van participatieve kunstpraktijk. Het blijft een vreselijk woord, zeg maar. Maar ik denk dat het wel een beetje de nagel op de kop is voor wat je vandaag ziet veranderen in zowel maatschappij als kunst. En we nodigen eigenlijk verschillende partijen daarmee uit. Beleid, kunstinstellingen, kunstenaars en het socioculturele middenveld om te zoeken naar nieuwe verhoudingen tussen de leefwereld van mensen, zeg maar, de dagelijkse omgang en hoe mensen de werkelijkheid ervaren en de systeemwereld, het geheel van structuren, instellingen, politieke vaste verhoudingen, om daarmee aan de slag te gaan en terug verbindingen te maken, denk ik, tussen die vier partijen. Het mooiste aan die participatieve praktijken voor mij is in eerste instantie de participatie. Dat je als kunstenaar of kunstcollectief werkt vanuit een behoefte of iets wat speelt bij een groep mensen, op welke manier die dan ook is samengesteld. En je dat als startpunt neemt voor een creatief proces waarin er van alles gebeurt, zowel artistiek gezien als met de deelnemers en de kunstenaars zelf. Ik denk dat er heel veel verschillende voorbeelden zijn, maar iets wat ik zelf wel van redelijk dichtbij gevolgd heb en ook heel blij was met artistieke resultaat, was het Rabots-project van Simon Allemeers, waarbij hij bijna 2 jaar in een sociale woonblok die afgebroken moest worden, ging wonen, enfin, zijn atelier daar ging inrichten, zonder eigenlijk een duidelijk plan van bij aanvang. De torens van het Rabot gaan verdwalen. Daar is een mooie documentaire uitgekomen die hij wel theatraal presenteert. Dus je zit in een theaterzaal, je kijkt naar de documentaire, maar je ziet de kunstenaar op het podium. Hij heeft zo'n cameraatje, dus naast het grote scherm heb je nog een klein scherm. Daar legt hij een kleine, soms hele korte toelichtingen, soms één woord, soms een complementair beeld. Hij schuift wat met blokken. Dus het wordt echt een theatrale presentatie van zijn documentaire. En vervolgens aan het einde rolt er een enorm doek naar beneden. Met een gigantisch schema waarmee hij eigenlijk verklaart waarom dit soort torens er staan, waarom ze nu gesloopt worden en waarom die processen niet inclusiever zijn. Hè? Dus waarom die matters of concern van de mensen die in die drie torens wonen niet mee worden genomen in de matters of fact, namelijk ze moeten gesloopt worden, want ze zijn lelijk, ze zijn oud. Terwijl die mensen daar eigenlijk met heel veel trots wonen, daar hun huis en hun thuis hebben, op allerlei manieren eraan gehecht zijn, enzovoort. We zijn gestart met Baken Stadslabo vorig jaar, in september 2014. Toen hebben we rond architectuur gewerkt. En we wilden samen met hen gaan kijken hoe kun je dat ook in beeld brengen. En hoe kunnen we daar op een andere manier naar onze stad gaan kijken. Die maquettes die we hier gebouwd hebben, hebben we hier beneden in de bibliotheek gebouwd. We hadden sokkels gemaakt waar die maquettes op groeiden, letterlijk. Die stonden hier permanent. Dus elke week konden de bibliotheekbezoekers ook kijken naar welke ideeën we aan het opbouwen waren. We hadden ook kaartjes bijgelegd waar mensen zelf hun ideeën kwijt konden. Wat ik interessant vind in projecten zoals Baken en eigenlijk sowieso in sociaal artistiek werk, dat is niet zozeer dat we plotseling ideeën krijgen die copy-paste kunnen toegepast worden, maar dat je effectief een betrokkenheid hebt. Dat je mensen hebt die
houden van die stad en die vooruit willen met die stad. En dat is een heel mooi virus. Dat mag gerust verder verspreiden. En ik denk dat die sociaal-artistieke projecten hier en daar zo acupunctuur ingrepen zijn die dan eigenlijk verder kunnen interessant zijn om eigenlijk het debat op gang te trekken en om die betrokkenheid serieus te vergroten. Het uitgangspunt was, wat betekent het nou voor mensen, zoals jij en ik, als onze oude moeder of vader niet meer verzorgd wordt door een instantie, maar dat het op onze schouders terechtkomt? Of wat betekent het als een buurman of buurvrouw gebrekkiger wordt en je moet er als buurman of buurvrouw hulp aan verlenen en je weet niet helemaal waar je grenzen liggen? De scène wordt nog een keer gespeeld en in dit geval is de moeder door u te regisseren. Ik wil een soort interactieve voorstelling maken, want ik wil ook met het publiek in gesprek. En we gaan scènes maken, situaties, kwesties voor het voetlicht brengen die hiermee te maken hebben. Stop. Daar heb ik een beetje moeite mee. De krant voor je meegenomen. Ja, ik vind het wel een hele goede manier om ook, als je kunstzinnig bent opgeleid, om je verhaal te kunnen vertellen. Omdat je heel, heel erg ook de betrokkenheid van een zaal voelt en omdat je, wat ik voelde van, hey, ik zit toch op een zenuw van iets waar ik eigenlijk als theatermaker op wil zitten.